mechatronica kom je eigenlijk overal tegen. Als je bijvoorbeeld in een bedrijf bezig bent, dan werk je daar aan een machine. Ja, daar zit mechanica in, want ja, er moet natuurlijk iets uit kunnen gaan en bewegen. Maar ook elektro, omdat het aangestuurd zou moeten kunnen worden. Ja, en informatietechniek om het uiteindelijk te besturen. Ja, een paar voorbeelden zijn bijvoorbeeld het verpakken van chocola, het vervoeren van chocola over een transportband, het vullen van zakken chips tot aan het juiste gewicht, vullen van water, flesjes, van alles eigenlijk. Ik vind het altijd leuk om het hele proces van begin af aan tot uiteindelijk het daadwerkelijk werkend maken van de machine. Dat sprak mij altijd wel aan. Met de handen werken en nadenken over waarom is dat. Iets wat heel leuk was om te doen, was bijvoorbeeld een opdracht die we kregen van iemand uit Nieuwegein. Dat onderzoek is gebleken dat heel veel mensen vallen met een elektrische fiets. En daar moesten wij iets op verzinnen zodat het, zodat je eigenlijk kon blijven zitten bij een stoplicht. En dat hebben we uiteindelijk uit kunnen werken tot een werkend product. Het werkend product is eigenlijk een elektrische standaard, elektrisch-mechanisch, die aangestuurd wordt door een knop, zodat de wielen uitgaan en zodat je uiteindelijk op de fiets kan blijven zitten. En dus niet omvalt. Je hebt moeten veilen, schuren, je hebt moeten draaien, frezen, dingen uitzoeken van oké, werkt dit of is het goed genoeg, is het stevig genoeg. Dat vond ik leuk om aan te werken. Nou, opleiding in het kort is eigenlijk in het eerste jaar krijg je van alles. Na het eerste jaar kun je gaan kiezen tussen een minor mechanica en een minor elektronica. Als je mechanica gaat doen, ga je meer in op bijvoorbeeld het ontwerpen van een machine. Terwijl als je bijvoorbeeld elektro kiest, ga je meer naar de printplaten van de machine. Wel blijft 90% van de lessen hetzelfde. En in derde en vierde ga je dan meer in op het bijvoorbeeld mechanische gedeelte. Op het ontwerpen, op het daadwerkelijk uitzoeken van de machine. Terwijl dat je met elektro bezig bent met printplaten. Ja, je kan deze opleiding het beste kiezen als je combinatie wil tussen theorie en praktijk. Ja, want het is heel divers.